ik ga de grootste YouTuber worden in Roblox. Dat groter is dan zo dat jij niet waar, Jesse, want ik heb al 250 abonnees en dat heb ik toch zonder een vlog te maken. Ik heb er ook al 250. Ik ga veel groter worden. Dat is zo heerlijk. Hoezo heb jij er ook zoveel? Oké, waar moeten we heen? Ik zie een winkel daar in de verte en daar kunnen we spulletjes kopen om onze game setup te upgraden. Maar we kunnen hier ook gewoon naar huis gaan, zodat we daadwerkelijk filmpjes kunnen opnemen. Wat dacht je daarvan? Moeten we niet een camera kopen? Ik weet het. Ik ga helemaal niet zeggen hoe ik dat ga doen. Oké, dus jij wil het een beetje geheim houden. Weet je, dan doe ik dat ook wel. Oh, oké, dan zie ik je straks. Gaan we kijken wie er straks de meeste abonnees heeft. Dan ben dat ik 100%. Dat is goed, doe je, oké, ik moet dus zo snel mogelijk heel veel abonnees verzamelen. Alleen, hoe ga ik dat doen? Ik weet het helemaal niet. Ik denk dat het slim is dat ik eerst een computer ga kopen. Alleen, alle computers zijn zo duur. Misschien is het slim als ik eerst even wat geld ga verdienen. Dus ik moet filmpjes maken. Maar voordat we verder gaan, ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen van Flexispot. En dit is de setup van mijn vriendin en die gaan we omtoveren. En ik heb zelf ook een bureau van Flexispot. Ik heb namelijk het E7 Pro bureau en de BS8 Pro bureaustoel. En dit bureau kan letterlijk gewoon door middel van op een knopje te klikken omhoog. En dan zou je misschien denken, ja, maar wat heb ik daaraan? Het is namelijk heel belangrijk om af en toe op een dag te staan en niet de hele dag te zitten en te gamen. En ik kan het weten, want ik ben zelf 40 kilo afgevallen. En het maakt niet uit hoe lang je bent, want door middel van de knopjes kan je precies instellen hoe hoog het bureau moet. En je kan ook instellen dat je maar op één knopje hoeft te klikken en dan gaat het precies naar jouw hoogte. Dus als jij echt heel erg klein bent, dan kan je hem ook gewoon gebruiken. Alleen als je gewoon zin hebt om even te chillen, kan je natuurlijk gewoon op de stoel zitten. En deze stoel, die kan je op verschillende standen zetten, waardoor je ook gewoon lekker achterover kan leunen. Ik zal in de beschrijving even een linkje achterlaten waar ik uw bureau en de bureaustoel vandaan heb. En op dit moment krijg je met de oktober deals echt heel veel korting bij Flexispot. Dus check zeker even de website als jij zelf ook een mooie gaming setup wil maken. Want dit is uiteindelijk de setup van mijn vriendin geworden. Dus laat ik eerst maar even naar huis gaan. Hier is het namelijk mijn gaming setup. Alleen, ik heb ook honger. Mag ik wat eten alsjeblieft? Water. Water kost 5 euro. Dat is echt heel duur. Ik wil gewoon wat eten. Wat kan ik hier doen? Hier kan ik gamen en dat is goed, want hier word ik namelijk heel vrolijk van. En dat is ook belangrijk. Om YouTube te zijn moet je wel een beetje vrolijk zijn. Oké, laat ik maar even achter mijn computer gaan duiken. En laat ik maar een game gaan spelen. We kunnen livestreamen of we kunnen opnemen. We gaan natuurlijk opnemen. En wat moet ik doen? Ik moet op allemaal dingetjes klikken. Oh, dit is perfect. Ik ga de grootste YouTuber ooit worden. Ik moet echt op heel veel knopjes klikken. Let's go! En dat betekent dat ik nu, als het goed is, een hele goede video heb. Of nou, ik moet hem natuurlijk wel nog editen. Net als een echte YouTuber. Oh, het editen gaat alleen niet heel goed. Ik moet wel goed editen. Ik klik de hele tijd mis. Oké, ik moet in het midden klikken. Dit was echt perfect. En nu moet ik de video alleen nog eventjes uploaden op YouTube. En dan ga ik, als het goed is, heel veel geld verdienen en heel veel abonnees krijgen. Ik moet natuurlijk wel meer abonnees krijgen dan dat Alex heeft. En uiteindelijk wil ik dus deze zilveren playbutton of deze gouden playbutton. Lijkt me ook echt heel vet. En kijk dan, ik krijg opeens heel veel geld en heel veel abonnees bij. Dit is echt perfect. Dus het is tijd om terug te gaan naar de winkel, want ik wil een betere computer kopen. Maar wacht eens even. Wat kan ik hier doen? Ik kan hier een huisdier kopen. Oh. Hoe duur is dit huisdier? 300 diamanten. En deze 700 diamanten. Zoveel diamanten heb ik helemaal niet. Ik moet nog even sparen om meer diamanten te krijgen. Oh, ik kan hier ook een telefoon kopen. Dan kan ik TikToks uploaden. Hallo meneer, heb jij een telefoon voor mij? Mijn baan is om iPhones te verkopen. Wil jij er ook een? Telefoons zijn natuurlijk niet gratis, hè? Dus ik geef je pas een telefoon als je 50.000 abonnees hebt. Oh, ik heb echt nog lang geen 50.000 abonnees. Ik heb er maar 727. Dit meen je niet. Laat ik maar een betere computer kopen. Misschien dat ik dan wat meer abonnees krijg. Welke computer kan ik kopen? Ik kan nu deze kopen. Dit is een monitor. Misschien dat ik een betere computer moet kopen. Wat kan ik verder nog meer allemaal kopen? Alles wordt duurder en duurder. Deze computer kost gewoon 180 miljoen. En dat lijkt op een koffiezetapparaat. Ik denk dat het tijd is dat ik maar weer gewoon even een YouTube-filmpje ga opnemen. Dat lijkt me het allerslimste om te doen. Ik ben zo benieuwd hoeveel abonnees Alex al heeft. Zolang hij mij niet daar op dat bord komt te staan. Omdat ze namelijk de grootste YouTuber in Roblox. En dat wil ik worden. Alleen, ik heb nog steeds heel veel honger. Ik denk dat het ook tijd is dat ik even wat ga eten. Laat ik maar even een appel eten. Dit is perfect. En we gaan weer een video opnemen. Dit zijn allemaal reacties. Saai. Stop met het maken van video's, noob.
En ik haat deze video. Dit meen je niet. Oh, laat ik dan maar weer een video doen. Of zal ik dit keer livestreamen? Ik ga een keer livestreamen. Kijken wat er dan gebeurt. Nu moet ik weer op heel veel knopjes klikken. Dit meen je niet. Dit vind ik echt heel erg moeilijk om zo snel te doen. Zo, op de D, op de K, op de H, op de J, op de S, weer op de H. Oké, wat moeten we doen? We gaan de kijkers trollen. Oh, nu krijg ik allemaal dislikes erbij. Oh, ik kan trouwens ook gewoon klikken. Dit gaat echt veel sneller. En iemand heeft 0 euro gedoneerd. Wat heb ik nou weer aan 0 euro's? Dus wanneer kan je 0 euro doneren? Oké, we gaan een sarcastische reactie geven. Nu krijg ik weer allemaal dislikes. Waarom geven mensen mij allemaal dislikes? Dat vind ik echt niet leuk. En iemand heeft weer 0 euro gedoneerd. Ik heb echt helemaal niks aan 0 euro. En als je linksboven kan zien, heb ik op dit moment 54 kijkers. Dus we gaan een grappige reactie. Waarom gaan mensen nou weer disliken? Willen jullie alsjeblieft wel deze video liken en niet alles disliken? Want dat is echt niet leuk. Oh, ik ga stoppen met streamen. Wat heb ik gekregen? Ik heb helemaal niks gekregen. Misschien is het beter om filmpjes te gaan opnemen. Dat is echt veel leuker dan streamen. En laat ik ook maar even een bed gaan kopen. Want het lijkt me ook wel handig dat ik misschien eventjes ga slapen, want mijn energie is een beetje op. Welterusten. Zoals je nu hieronder ziet, zie je dat ik energie erbij krijg. En als ik weer 100 energie heb, lekker wat heb gegeten en ook weer heel vrolijk ben, is het weer tijd om een YouTube filmpje te maken. Zo, ik heb genoeg geslapen. Tijd om even lekker te gamen voor mezelf. Laat ik maar even wat eten. Laat ik een plakje kaas eten. Ik heb nu nog maar 1 euro. Ik ben denk ik echt de armste YouTuber ooit. Ik ga weer een video opnemen. Dan moet ik weer overal op klikken. Oh, het was echt perfect. Nu de video nog even editen. Als ik dit ook perfect doe, krijg ik echt superveel abonnees erbij. Zo. Oh, dit was echt heel goed. Dit is denk ik echt de leukste video die ik ooit heb gemaakt. En nu gaan we het weer uploaden. Let's go. Hoeveel abonnees ga ik erbij krijgen? Ik hoop meer dan Alex. En de video is 100% geüpload. En ik krijg een paar honderd abonnees erbij. Oh, de video krijgt echt heel veel views. Hier ben ik echt blij mee. Let's go. Ik heb bijna 1000 abonnees erbij gekregen. En in totaal heb ik nu 1600 abonnees. En ik heb weer geld. Weet je wat? Ik heb een idee. Ik moet gewoon heel veel video's uploaden en dan krijg ik nog meer abonnees en nog meer geld. Dan kan ik een betere computer kopen. Oké, ik heb een paar video's geüpload en ik heb nu in totaal 4.400 abonnees. Maar wat belangrijker is, ik heb wat geld verdiend. En met dat geld kan ik weer wat kopen. Maar wat ga ik kopen? Misschien is het handig als ik een microfoon ga kopen. Oh, dan kunnen jullie me veel beter horen. Of nou ja, de Roblox-kijkers kunnen me dan beter horen. Dus laat ik deze maar kopen. Eens eventjes kijken. We gaan voor de allerduurste. Oh, en nu is bijna al mijn geld weer op. En ik kan ook een webcam kopen. Dat kunnen jullie mij zien. Deze is gratis. Oh, deze heb ik al. Ik moet een betere hebben. Hoe duur is deze? Deze kost 17.000 euro. Dat is echt heel erg duur. Ik heb namelijk nog maar 500 euro. En daar kan ik weer helemaal niks mee kopen. Alex is hier ook. Ik ga er vandoor. Trouwens, ik ben wel benieuwd hoeveel abonnees Alex nu heeft. Hallo, Alex. Alles goed met jou? Wat doe jij hier nou weer in deze winkel? Nieuwe dingen kopen, omdat ik al heel veel geld heb verdiend. En wat is dat paarse om jou heen? Ja, ik begin een beetje moe te worden, maar ik weet niet waar ik kan slapen. Een beetje moe. Je moet... Heb jij geen bed? Heb jij wel een bed? Hoe kom je aan een bed? Die moet je kopen. Waar kan ik die kopen? Links bij Bult kan je een bed kopen. Nou, jij hebt dus overduidelijk nog niet genoeg geld verdiend als YouTuber. Oh, Jesse, ik wil jou hier zo niet tegenkomen eigenlijk. Je stinkt ook een beetje. Misschien is het ook tijd om weer even een douche te nemen. Maar ik heb net een nieuwe computer gekocht, dus ik ga weer heel snel filmpjes opnemen. Je bent me aan het afleiden, Alex. Oké, Jesse, doei. Doei. Alex heeft niet eens een bed. Ik ben dit 100% aan het winnen. Laat ik maar weer een filmpje opnemen. Ik heb namelijk een nieuwe microfoon. En ik wil 10.000 abonnees, want dan kan ik een nieuwe game opnemen. Maar eerst moet ik de Murderer 2 weer spelen. Oh, daar heb ik echt geen zin meer in. Let's go. We gaan weer een leuke video maken. Ik ga dit gewoon blijven spelen totdat ik 10.000 abonnees heb. Eerst weer even een video editen. Oh, dit was bijna precies goed. Deze ging wat minder goed. Oké, nog één keer. Oh, ik ben niet heel erg goed in editen. En de video weer uploaden. Ik ga eens even kijken. Wat kan ik buiten nog meer doen terwijl de video aan het uploaden is? Want het is hier namelijk echt een gigantisch dorp. Kan ik niet een nieuw huis kopen? Wat is dit?
Er staan hier allemaal vraagtekens. Wat heb ik zojuist gedaan? Dit is een parcours. Ik ga geen parcours spelen. Ik ben veel te druk voor om een parcours te spelen. Hier staat een hele rijke meneer. Hallo, rijke meneer. Heb jij geld voor mij? Meneer. Hallo. Oh, hij praat niet tegen mij. Het is geen rijke meneer. Het is gewoon een standbeeld. Oké, ik raak helemaal afgeleid ook. Ik moet meer video's maken. En ik heb 5000 abonnees. Dat is perfect. Oké, ik ga weer een YouTube filmpje maken. En het is weer tijd om de YouTube video te editen. En ik begin een beetje moe te worden. Het lukt me allemaal niet meer zo goed. Weet je wat? Ik ga de video maar even opnemen. En ik denk dat het tijd is om te slapen. Want ik heb nu ook helemaal die paarse gloed omheen. Welterusten. Een hele goede morgen. Zo, de video is geüpload. Ik heb alleen een beetje honger. Dus laat ik ook maar even wat eten. Wat ga ik eten? Ik denk dat het tijd is om even heel veel geld uit te geven. En dan kan ik lekker een eitje eten. Zo, dan zit ik in ieder geval weer lekker vol. Ook nog even wat pannenkoekjes erbij. Ik heb namelijk wel honger. Dan ga ik natuurlijk zelf ook nog even lekker gamen. Dan ben ik weer super vrolijk. En dan ben ik er weer helemaal klaar voor om de leukste YouTube-video's te maken in Roblox. Let's go! Oké, we gaan weer een video opnemen. En nu heb ik weer super veel energie om natuurlijk alles weer keihard aan te klikken. Kijk, dit ging perfect. Dit gaat 100% een hele leuke video worden. Zo. Oh, bijna 100%. Met het editen. Oh, deze was een beetje minder goed. Kom op. Het gaat niet heel goed meer. Maar laat ik de video alsnog maar uploaden. Want ik wil nog meer abonnees. Ik wil er 10.000 hebben. Dan kan ik namelijk een nieuwe game spelen. Dat lijkt me echt heel erg leuk. En ik heb nu bijna 9.000 abonnees. En met de nieuwe video die ik net heb geüpload, krijg ik echt weer heel veel abonnees bij. Dit is perfect. Oké, ik ga weer naar buiten. Ik heb namelijk weer wat geld verdiend. En ik heb 10.000 abonnees. Ja! En met dat geld ga ik een betere computer kopen. Ik ga deze kopen. Zo, de allerduurste. En kan ik nu ook een betere webcam kopen? Misschien is het slim als ik ook een betere webcam koop. Wow, deze is wel heel duur. We gaan deze kopen. En nu ik zo'n goede computer heb en zo'n goede webcam, denk ik dat ik nog meer abonnees erbij kan krijgen. En ik kan ook eindelijk een nieuwe game uploaden op mijn YouTube kanaal. Cops and Robbers. We gaan het opnemen. En oh, dit is precies hetzelfde opnemen. Gewoon overal heel snel op klikken. Kijk. Dit gaat perfect. En dan moet ik het natuurlijk weer editen. Oh, bijna 100%. Nog een keer. Oké, ik moet even beter concentreren. Kom, dit moet een goede video worden. Ik denk wel dat het een leuke video is, dus laat ik hem maar uploaden. En ik ben zo benieuwd hoeveel abonnees ik er van deze video bij gekregen. Ik denk namelijk echt heel veel. Misschien wel 1 miljoen. Dat lijkt me zo leuk. Oké, hier rechtsboven zie je de aantal views. Wow. De video heeft al 10.000 views en kijk hoeveel abonnees ik erbij krijg. Ik ben sowieso een grotere YouTuber dan Alex. Ik heb bijna 5.000 abonnees erbij van één video. Dit is echt perfect. Alleen de reacties zijn wat minder leuk. Deze YouTuber vind ik niet leuk. Stop met YouTube. Je bent de slechtste YouTuber. Dit meen je niet. Waarom reageren mensen zo stom? En ik heb weer geld. Nu kan ik nog betere YouTube video's maken. Want misschien kan ik wel nog een computer kopen. Eens even kijken. Ja, ik heb een betere monitor gekocht. Nu kan ik nog beter mijn games zien. Oftewel, dan kan ik nog beter mijn video's opnemen. Dus ik ga meteen weer een video opnemen. En Murder Mystery is trending. Dat betekent dat de game nu heel populair is. Dus misschien moet ik deze wel gaan opnemen. Oké. Hopelijk krijg ik op deze manier echt heel veel abonnees bij. Dat zal echt perfect zijn. Net zo perfect als dat ik nu ga editen. Weer in het blauwe gedeelte. Ik moet namelijk hier in het blauwe gedeelte in het midden zien te komen. En oké, dit ging op zich best wel goed. Alex heeft 100.000 abonnees. Staat er. Hoe heeft Alex nou weer 100.000 abonnees? Dat kan niet. Dit kan niet. Alex is aan het vals spelen. Alex heeft abonnees gekocht. Dit kan niet. En mijn video wordt wel echt heel veel bekeken. En ik heb nu 5.000 abonnees erbij. Ik moet echt nog heel veel filmpjes opnemen. Wil ik de 100.000 abonnees krijgen? Ik zag in beeld dat jij de 100.000 abonnees playbutton had gekregen. Ja, dat klopt inderdaad. Lang, lang geleden heb ik die gekregen. Alex, hoeveel abonnees heb jij nu in Roblox? Ik heb 188.000 abonnees! Hoe heb je dat gedaan? Hoeveel heb jij er? Ik heb... 20.000? Echt waar? Hoe heb je dat gedaan? Heb jij iets gekocht of zo? Oké, ik heb wel iets gekocht. Oh, jij bent echt een valspeler. Nou, dat ik ben blij met mijn 20.000 abonnees. Ik ben gewoon de betere YouTuber van ons twee. Helemaal niet. Ik heb tenminste 20.000 trouwe kijkers. Jij hebt abonnees gekocht. Ik wist het ja? wel. Oh ja, mijn laatste video die heeft bijna 500.000 views gekregen. Oh, dat heb je ook gekocht. Oh. Dat kan niet eens, Jesse. Dit was de video. Klik even hier op een andere video te zien. Dat wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1.